Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Ik ga eventjes alles weer even opzoeken. Kijken of jullie mij kunnen vinden. En dan gaan we vanmorgen weer gezellig tijdens deze zaterdagochtend aan de slag met de ECD-collectie. Wat we precies gaan maken, nou ja, dat is gewoon weer een verrassing. Net als altijd. Even kijken, ik zie mijzelf nog steeds niet. Ja, nou wel, even vastzetten en uitgelicht, zodat iedereen ook daar mij kan vinden. Dan gaan we nog even delen. En even wachten totdat iedereen mij gevonden heeft. Want ja, het is zaterdagochtend, het is Koningsdag, dus we doen allemaal gewoon lekker rustig aan. Het is een dag om feest te vieren, een dag om niet te haasten. Nou, ik heb ook helaas niet alles kunnen uitstansen. Ik was bezig met uitstansen van bloemetjes en dergelijke. En in één keer dacht ik van, help, het is al tijd om de live aan te slingeren. Dus ik ben ook iets minder ver met voorbereiding. Ja, ik vergis me er elke keer in met het uitstansen hoeveel tijd er eigenlijk in gaat zitten. En zeker als je van die zelfgemaakte bloemen, ja, dan heb je natuurlijk wel het een en ander nodig aan bloemetjes. En uitgestansde dingen om alles op te gaan bouwen. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. In deze collectie, de Evening Rose, en daar heeft Rihanna gisteravond natuurlijk ook al live mee gedaan. Ik ben er van de week ook al mee live geweest op ons YouTube kanaal. Van de week heb ik dus ook dat leuke ladendoosje gemaakt. En daar kan je lekkere chocolaatjes in doen of iets dergelijks. Bij dat ladendoosje, daar zitten dan ook die mooie malletjes om die randjes mee te maken. Ik heb van de week deze bloem gemaakt met die drie blaadjes. En deze keer had ik hem van designpapier gedaan. En ik had ook nog een ladenbox gemaakt met dus drie lades. Dus je kan ook meerdere lades op elkaar gaan maken. Ook hierbij weer die leuke filigree mal gebruikt. En ook de bloemetjes weer erop gebruikt. Nou, deze kun je terugkijken op ons YouTube kanaal. Ik heb daar dus, even kijken, deze stansmal voor gebruikt. Het is een wel wat duurdere mal. Hij is €37,95. Maar daarin zitten dus ook de mal van dat doosje. Er zitten labeltjes in, er zitten drie mooie decoratieve mallen in. Dus al met al is het wel een heel uitgebreid set. Nou, het papier kan ik niet meer allemaal laten zien in het geheel. Maar ik zal er even kort een keer doorheen bladeren. Het is mooi geel-groen voorjaarspapier. Hele mooie kleurtjes. Dit ruitje vind ik ook ontzettend mooi. Nou, dan waren er ook nog wat hele mooie bloemenstansjes in deze serie. En we hebben dan onder andere deze bloem. Die had ik dus op deze creatie gebruikt. Deze gaan we vanmiddag of vanmorgen gebruiken. Nou, er zit nog een prachtig stempelset in met vlinders. Deze mooie randmal zit er nog bij. We gaan deze tekst, als het goed is, vandaag nog gebruiken. We hebben deze mooie stansmal. Die gaan we vandaag in de hoofdrol zetten. Ja, ik heb ze hier allemaal los liggen, maar we hebben hele mooie vlinderstansjes. Die komt ook straks nog aan bod. En even kijken, wat zat er nog meer in? Ja, ik had geen tijd meer om alles netjes te organiseren. Kijk, dit is bijvoorbeeld de voorkant van die vlinderstans. We hebben deze mooie bloesemtak. Die wil ik ook straks nog even op gaan bouwen. En we hebben hele leuke kleine mini bloempjes. Dus we gaan gewoon creatief met deze collectie aan de slag. En hoe ver we komen, wat we allemaal gaan doen, we gaan het gaandeweg zien. Deze leg ik aan de kanten. Nou, zoals ik al zei, ik
had een klein beetje voorwerk gedaan. Ik wilde met deze mooie stansmal gaan werken. En mijn bedoeling is om hier een staande kaart van te gaan maken. En ik wil deze randjes gewoon zo laten. Dus ik ga deze op de helft ga ik hem dubbel vouwen aan de achterkant. Zodat ik daar een mooie easel van kan maken. Nou, je kan dat doen door hem te rillen. Maar je kan hem ook gewoon heel precies zo in het midden even vouwen. Nu bedenk ik me gelijk dat het ook wel leuk is om de kaart gewoon zo dan te maken. En dan aan beide kanten een stukje designpapier en dan mooie bloemetjes erin. Dan heb je ook een mooie dubbele kaart. Maar de bedoeling was bij deze om hem hier achter te zetten, zodat er dus gewoon dat hij aan de onderkant wat steviger is en dat je dus gewoon een staande kaart ervan kan maken. Dus dat gaan we even in elkaar plakken. Je kan er ook gewoon een kaartenstandaard achter doen, of wat je ook nog kunt doen is een dubbele kaart ervan maken en dat je dus gewoon nog een laagje kaartstok erachter doet. Nou, ik werk natuurlijk met mijn precisie lijmpen. Dus ik doe langs de randjes ook nog een klein drupje lijm. Zodat hij daar ook gewoon goed vast komt te zitten. Deze plak ik hierop. Okay, dan kunnen we in ieder geval de kaart laten staan en dan blijft dat filigree randje ook gewoon zo. Je kan eventueel hier nog een klein houdertje tussen zetten, zodat hij straks gewoon niet helemaal open kan klappen en dat hij dus gewoon altijd zo goed blijft. Ik heb mijn gesso uiteraard nodig. Ik ga gewoon eerst even de basis van de kaarten in elkaar plakken en dan gaan we daarna verder met de bloemetjes maken. Nou, deze had ik dus ook uitgestanst alvast. Nou, vanavond is er ook nog weer een leuke live en dan zal Fazilis weer live zijn. Hij is er wel om 7 uur, want we zitten natuurlijk met dat tijdsverschil. En anders wordt het voor hem ook wel heel erg laat. Dus vanavond om 7 uur is Fazilis nog weer live met Mixed Media. Ik heb deze uit het kaartkarton uitgestand, of uit het dubbelzijdige designpapier uitgestand. Nou, dat blauwe kleurtje is natuurlijk ontzettend mooi. Die wil ik op deze kaart gaan plakken. En wat kun je daarmee doen? Je kunt ervoor kiezen om het designpapier dus zo te doen dat je die buitenste stansmal gelijk op elkaar legt. Ik vond het wel leuk om het designpapier toch iets nog erbuiten te laten komen. En wat ik dus heb gedaan is even de binnenkant van deze mal opgemeten. En dat was uit mijn hoofd 10,1 bij 15,2. En dat ga ik dus daarop plakken. Nou, je kan er ook eventueel achter dat filigreeding kan je natuurlijk ook nog mica plakken en dan schutmateriaal erachter doen. Is ook ontzettend leuk. Deze ga ik alvast even opplakken. Kijk. Die komt hier weer op. En wat ik net al zag, wat ook wel ontzettend leuk is, als je goed kijkt, deze past hier ook nog weer precies op. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld ook een hier dan nog weer een basiskaart achter te plakken. En dat je dan zelf een omslag eromheen maakt, dat je er een boekje van maakt, een dubbel boekje. En dat je dus die lades eruit doet. Ja, ik zag het al helemaal voor me. En dan,
Hoe kan ik dat beste uitleggen? Gewoon hier een basislaag die een halve centimeter groter is. Dan moet je even meten hoe hoog ongeveer je boekje moet worden als je dus twee van die doosjes wil doen. En dan kun je dus een mooi dubbel project maken. Ach, weet je, ik ga dat gewoon een andere keer even uitwerken. Maar hij past in ieder geval daar ontzettend leuk op. Deze hoort zo. En deze, even kijken. Zullen we die met foamtape op gaan plakken? Of nee, we gaan hem gewoon rechtstreeks erop plakken. Als je met foamtape doet, dan moet je wel heel smal foamtape en wel heel precies gaan plakken. Nou, dit, ik doe gewoon her en der even een paar drupjes lijm. Zeker op die grotere rondjes. Daar doe ik even een drupje. Dan zit hij gewoon overal wel vast. Ik plak dat nooit helemaal vast. Wil je het helemaal vast hebben zitten, neem dan gewoon even van dat Easy Connect tape. Dan weet je zeker dat het vast zit. Kijk, bij deze hebben we nu dus een mat laagje van designpapier. Groen beeld. Nou, bij mij is het wel gelukkig blauw en mooi in voorjaarstintjes. Dus als je groen beeld hebt, eventjes de live opnieuw inschakelen. Want dan vermoed ik dat het aan Facebook ligt. Nou, ik wilde proberen twee creaties te maken. Deze heb ik dus uit wit kaartkarton. Nu heb ik voor het witte kaartkarton, omdat ik de bloemetjes ook ging maken van het soft finish kaartstok van ECD, heb ik ook gewoon de basis, heb ik dus ook dat ECD kaartstok voor gebruikt. Nou, dat mooie blauwe wilde ik nu ook weer gebruiken, of dat ruitje zeg maar. En deze keer heb ik hem dus ook gewoon uitgestanst met die basisstans. En bij deze, die wilde ik wel met foamtape opplakken, want die kwam dus gewoon zo op deze onderkaart. Dan zie ik hier een heel klein strookje nog van dat blauwe. Dat wil ik niet, want dat moet gewoon wit op wit worden. Zo. Deze ga ik even met foamtape opplakken. Ja, als jullie knipperend beeld en dergelijke hebben, ik kan er helaas niks aan doen. Sorry. Oh, ik zie al dat jullie allemaal lekkers bij de koffie hebben. Nou, tompoezen, oranje tompoezen, moorkoppen zie ik al voorbij komen. Ja, vandaag mag dat, hè. Vandaag mogen we lekker aan de oranje stukken. Gaan jullie vandaag nog wat leuks doen dan? Of wordt er bij jullie niet wat gedaan? Ik hou het gewoon lekker rustig. Misschien vanmiddag even een keer een klein blokje om door de winkelstraat. En verder doe ik het lekker rustig aan. Genieten van een lekker dagje vrij. En ik vermoed haast dat ik vanmiddag deze creatie ook nog wel af moet maken. Want dat gaat vast niet allemaal in deze live al lukken wat ik allemaal wil. Oh, geen gesnoep, want ik ben diabetes. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zal zelf het ook niet doen. Want ja, ik moet alles gluten- en lactosevrij en nog een paar dingen. En dat ja, is niet zo heel makkelijk te verkrijgen. Dus dan denk ik meestal van, ach, laat maar mooi wezen. Ik heb deze mal... had ik ook nog een keer zo uitgestanst, want ik had bij deze dat framepje nodig. Toen dacht ik van, ik ga deze ook nog maar gelijk een keer extra uitstansen. Wat ik daarmee doe, weet ik nog niet. Dat komt wel een keer op een andere creatie. Ja, wat wil ik er verder op gaan doen? Allerlei bloemetjes en ik weet nog niet precies welke bloem ik waarop ga doen. Ik heb onder andere deze... had ik gepakt. En misschien dat we die straks wel hier mooi opdoen. En dat we ja, iets rustigs er nog bij doen. Deze wilde ik trouwens zo als een
liggende kaart gaan maken. Daar komt dan waarschijnlijk in het midden een labeltje met een tekst. En ik heb nog vlinders en dergelijke. Nou, het papier wat ik heb gebruikt, dat is dus het Soft Finish Cardstock van ECD. Ik heb de 240 grams. En dit is zo'n pak met 25 vel, want daar ben je gewoon iets voordeliger uit onderstreep. Dit is de PSF 144. Ik heb al een bakje met allerlei elementen die ik voorbewerkt heb. Ik heb onder andere wat vlinders al uitgestanst. En die vlinders, die kun je heel mooi zo in laagjes opbouwen. Wie weet dat we straks nog met embossingpoeder op gaan bouwen. Of dat we alleen met kleurtjes gaan doen. Daar moet ik nog even naar kijken. Die vlinder die zou daar wel heel leuk bij op kunnen. Deze vlinder zit hier. En dan zitten er ook nog van die leuke lijfjes bij. Die kun je er ook nog weer los bovenop plakken. Dat zijn de vlinders. Ik heb wat blaadjes, wat bloemetjes. Dus daar gaan we mee beginnen. En als eerste... Even kijken. Ik moet even mijn bloemetjes nog weer van mijn papier afhalen. Die was nog niet op tijd klaar net voor de live. Ik denk, ik moet eerst de live aanslingeren en dan haal ik de spulletjes er wel weer uit. Ik was zo druk aan het stansen en toen was ik gewoon helemaal de tijd alweer vergeten. Dit zijn de kleine bloemetjes. Moet ik even kijken of ik ze daar nou voldoende van heb of dat ik er... Nee, dan mag ik er nog wel een serie van uitstansen. Dat is nooit voldoende om... deze helemaal mee te gaan bedekken. Ik heb mijn plaat ook gewoon veel te vol al liggen. Ik heb niet alles makkelijk uitgestanst. Even kijken. Ik pak gewoon even een nieuw stuk papier. En dan gaan we deze er nog even een keer doorhalen. Even wat extra bloemetjes hebben. Dan gaan we met deze gewoon beginnen. En ik ga eerst beginnen om deze op kleur te brengen. Wat voor inkt ga ik pakken? Gaan we distress inkt doen of... Ik kan ook een keer met de kraftlap inkt gaan werken. Even kijken, want ik denk dat... dit kleurtje wel leuk is. En dit kleurtje. En dit kleurtje. En dan hebben we straks voor de blauw deze. En misschien een beetje van die... Oh, geel is misschien ook wel leuk erbij. Gaan we deze geel erbij pakken. Pak voor de zekerheid ook deze groen nog even. Dan hebben we al heel wat liggen. Moeten we even de goede kleuren blending brushjes erbij pakken. Ik heb de Hunter. De Sage had ik gepakt. Die zit weer in een ander set. Die zit aan de achterkant. De Sage heb ik. De Jungle. En de Mint moet ik nog. Dat is deze. Kijk, dan gaan we die ook gewoon... een keer inwijden. We beginnen met de kleur Hunter. En ik wil de onderkant van deze bloemetjes, die wil ik dus gewoon een beetje groen maken. En dan komen straks dan die losse bloemetjes weer allemaal bovenop.
Nou, het voordeel van werken met bijvoorbeeld gewoon inktjes is dat je dus lekker kan spelen met de kleurtjes. Dus je kan verschillende kleurtjes groen een beetje op gaan bouwen. Ik moet zeggen dat dit kleurtje wel heel mooi past bij dit designpapier ook. Nou, we gaan gewoon kijken in deze uitzending of ik de creaties ook helemaal op ga bouwen. Of dat we nu straks alleen de bloemetjes verder nog in elkaar zetten. We gaan het gewoon zien. Het is gewoon lekker een speelochtendje. Okay, wil je dit sneller doen? Je kan natuurlijk ook gewoon uit groen kaartkarton uitstansen. Heb ik van de week ook al gedaan, maar ik denk, weet je, ik wil nu gewoon een keer weer de bloemetjes ook zelf op kleur brengen. Ook dat is leuk om te doen en ja, ik neem daar vaak niet de tijd voor. En ik denk, vanmorgen gaan we gewoon dat doen en de creatie afmaken. Nou ja, dat heb ik afgelopen week in een live al wel een keer gedaan. Dus nu gewoon even een andere manier van werken. Ik wil er een klein beetje de kleur mint nog bij doen. Even kijken. Oeh, dat wordt wel tof. Kijk eens. En dan komen hier straks mooie gele bloesems op. Ook hier op dat takje wil ik nog wat. Oh, ik heb voor mezelf mooi potloden besteld. Hebben jullie misschien al wel gezien. Die komen overigens binnenkort ook in de winkel wel binnen. En de Molotov sketches voor de vakantie. En ik dacht, oh, dat ga ik lekker dit weekend mee aan de slag. Dus vanmiddag ga ik ook lekker aan het kleuren. Ik had er gewoon helemaal zin in. Soms moet je jezelf ook verwennen, hè. En weet je, meestal als wij dingen, dan is het zo werkgerelateerd. En dan ben je alleen maar bezig eigenlijk met presteren en dat soort dingen. En af en toe vind ik het ook gewoon lekker om gewoon wat voor mezelf even te doen. Dus even lekker kleurenkaarten maken. En dan lekker wat kleuren. Nou, ik laat deze bloemetjes maar even een beetje zo erin zitten. Want ik denk dat dat het makkelijkst is om ze dan gewoon op kleur te krijgen. Aangezien ze niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn, ga ik gewoon een beetje met mijn toeltje eroverheen. Dit is kleur Sunshine. Ze hoeven niet allemaal helemaal bedekt te zijn. We gaan straks in het midden van al die bloemetjes gaan we nog een kern maken. En daar kan ik nog even bedenken waar we dat mee gaan doen. Het kan bijvoorbeeld met een Posca pen of een leuk kraaltje of iets dergelijks. Nou, ik ga even kijken of we daar straks voldoende van die kleine bloempjes van hebben. Deze moet nog eventjes uit mijn papier drukken. Ik zal die andere even uit de stansmachine nog halen. Er zaten er nog een aantal in de stansmachine. We gaan gewoon even bloempje voor bloempje opbouwen vanmorgen. En dan kijken we gewoon even wat voor techniekjes we uit de kast kunnen trekken. Wat voor spulletjes we erbij kunnen doen, welke meeldraadjes. Ik heb allerlei bakjes klaarstaan. Ik vermoed eigenlijk dat mijn uurtje sneller voorbij zal zijn dan dat ik aan spulletjes bedacht had. Maar dat is meestal zo, hè? Dat herkennen jullie ondertussen wel van mij. Hier is nog een geel blaadje. Kijk, het makkelijkste is als ze hier een beetje in blijven zitten, dat ik ze eerst even een beetje geel maak.
Je kan ervoor kiezen om ze aan beide kanten geel te maken. Doe ik nu even niet. Ik doe gewoon alleen de bovenkant geel. Deze ook eventjes. Nou, zoals ik al zei, ze hoeven niet allemaal dezelfde kleur te worden. Dus de een zal iets donkerder zijn. De een heeft een donkergeel randje, de ander een lichtgeel randje. Dat maakt allemaal ja, niks uit. Zo. Nou, dan hebben we in ieder geval al een mooie stapel van die kleine bloempjes. Dan pakken we erbij onze opboltool. Even kijken. Een pincet. Even kijken. Ik ga hiervoor even een kleiner tooltje pakken. Even zorgen dat hij er ja. Nou zit hij goed. Even een slokje koffie erbij. Anders is hij zometeen helemaal koud. Even kijken ondertussen of ik wat reacties heb gemist. Volgens mij het is allemaal denk ik nog wel duidelijk. De nieuwe Derwent, die is ze nog. Chroma Flow, die komt als het goed is volgende week, dacht ik, uit. Tenminste, dat hoop ik. Dit zwarte matje wil af en toe nog wel eens een beetje afgeven. En dat vind ik bij deze jammer. Dus ik ga deze even een klein beetje. Nee, ik wil hem toch net iets grover hebben. Ik denk dat dat toch makkelijker gaat. Ik wil ze gewoon een beetje bol maken. En ik doe er dus even een papiertje onder. Zodat mijn bloemetjes niet zwart worden aan de, ja, op de blaadjes. Ik heb dat nu een paar keer gehad en ik vind dat gewoon jammer. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen deze ook, als we ze straks opplakken, dat we ze ook nog een beetje in het papier weer duwen. En ik zal zo meteen wel even uitleggen hoe ik dat precies bedoel. Nou, ik ga deze niet allemaal nu zo doen, want weet je, dan zijn we gewoon zo lang bezig. Dat zal ik jullie niet aandoen. We gaan gewoon een aantal van die bloemetjes gaan we opplakken. Misschien is het wel makkelijker om even een kloddertje lijn daar te doen. Een kloddertje hier en een kloddertje daar. En dan doop ik hem gewoon eventjes in mijn lijm. En ik ga ze dus zo nog een klein beetje, als ik de pincet vast heb, gewoon zo vastpakken. En ik plak ze er gewoon losjes er weer bovenop. Ik vind dit makkelijker, moet ik zeggen. Ja, het is voor mij ook de eerste keer dat ik deze bloem in elkaar zet. Dus het is gewoon even een beetje passen en meten van ja, hoe ga je dat doen? Hoe wil je die bloempjes het beste opbollen? Nou, ik ga ze gewoon even in mijn hand. Ik vind dat het makkelijkste. Het is wel een geduldwerkje. Dit is ook gewoon bezigheidstherapie, zeggen ze dan. Kijk, die past daar weer tussen.
Ik zal het jullie denk ik maar niet aandoen om deze helemaal hier in de live op te gaan bouwen. Want volgens mij zijn jullie het dan wel echt zat straks. Maak er gewoon een begin mee. We gaan gewoon diverse dingetjes even maken. Soms is het ook gewoon goed om een keer een beetje voorbereidend werk te doen voor de creaties. Ik heb al mooie gele vingers, zie ik al. Daar kan er nog één tussen. Nou, dit is dus wel echt een leuk precisiewerkje. Als je een man hebt, dan is het misschien wel handig om te zeggen van, hey, ik heb wat bloemetjes, plak jij ze eventjes voor me in elkaar. Het heet dan samenwerken, delegeren, werk uit handen geven. Dan ben je wel sneller klaar. Kun je gezellig samen aan de tafel gaan zitten. Nee, is gekheid. Ik zie ook wel dat ik nog wel meer van die bloemetjes uit moet gaan stansen. Want dat gaan we ook niet met al deze kleine bloempjes redden. Ik heb er echt nog wel wat meer nodig. Het zijn wel hele leuke, schattige bloempjes, moet ik zeggen. Even kijken. Waar moest er nog één? Ik dacht dat er nog één. Ja, hier moest er nog één. Kijk, dat is toch leuk om daar gewoon zo van die losse bloempjes weer op te doen. Deze mag ietsjes die kant nog op. En wat ik dan nog wilde doen. Nee, dat ga ik niet zo doen. Of toch wel. Ik wilde er een klein kraaltje in doen, maar die heb ik zo niet. Denk ik. Of ik moet al die losse prils erin. Oh, dat kan ook. Wacht even. We doen het zo. Wacht. Overal een klein drupje lijm in het hartje. Ja, dan wordt echt helemaal een priegelwerk, maar goed. Soms willen we ook iets leuks en dan moet je er gewoon de tijd voor nemen, hè? We hebben bijvoorbeeld, even kijken, waar heb ik dan? Even de goede kleuren. We hebben ook nog van die leuke mini prils. En dan heb ik eigenlijk een waxpen daarbij nodig, maar die heb ik nu eventjes niet. Als je daar zo'n die waxpen van Studio Light voor pakt, dan kun je die mini prils ook makkelijker daar aanplakken, zeg maar. Kijk, en dat strooi je er allemaal dan in. Nou, er zitten hele kleintjes bij, er zitten wat grotere bij. Nou, dit is helemaal monnikenwerk. Maar het wordt wel leuk. Moet je ook niet zo met een pincet doen, Janine, dat schiet ook niet op. Nou, ik ga dit gewoon na die tijd even afmaken. Ik laat hem gewoon even zo zien. Kijk, dit is toch leuk om daar die mini prils nog weer in te doen. Even kijken dat hij een beetje scherp stelt. Dus zo kun je deze straks helemaal leuk op gaan bouwen. Nou, die komt dus op deze kaart. Maar dat is allemaal eventjes buiten de uitzending. Want anders dan komen we helemaal niet aan de andere bloemetjes toe. Ik wil namelijk ook nog even wat leuke blaadjes op kleur gaan brengen. Nou, deze vlinder. Die denk ik dat we in een mooie groene kleur gaan doen. Even kijken, dit was de kleur Hunter. Dat was die mooie lichtgroene. Dan kwam aan de zijkant een beetje van die donkergroene.
dan doen we daar zo meteen een beetje geel nog bij. Oké, dan hebben we die vlinder ook gewoon in dezelfde kleurtjes een beetje. Oké, dat kunnen we mooi weer met elkaar gaan blenden. Daar bovenop komt dan een mooie gele vleugel. Nou, het voordeel van deze brusjes van Kraftlab is dat je gewoon alles per kleur zo kunt bewaren. Dus je hoeft je brusjes niet elke keer weer schoon te maken. Je hebt gewoon voor elke inkt heb je zeg maar weer een eigen blending brush. En dat is natuurlijk ideaal. Dan moeten we nog even zo'n lijfje erbij pakken. Die had ik in mijn bakje zitten. Die gaan we dan in die donkergroene kleur doen. Dat was de mint. Dit was de mint. Oké, dan hebben we straks ook al een hele toffe vlinder klaar. Die kan dan ook weer ergens op onze creatie. Deze plak ik alleen het lijfje van vast. Dus alleen het middengedeelte. Nou, die sprietjes ga ik ook even op elkaar vastlijmen. Want anders dan krijgt hij straks helemaal van die dubbele sprietjes. Dat vind ik ook weer zo gek. Deze laten we mooi omhoog poppen. En dan plakken we deze er weer bovenop. Nou, dit is natuurlijk ook onwijs leuk om dit met embossingpoeder te gaan doen. En dan in onze mini pancake maker. Volgens mij hoorde deze bij een andere vlinder. Nou ja, het gaat om het idee. Ik zal de originele zal ik er eventjes later op plakken. Kijk, waar is die dan? Ik denk dat het deze dan is. Laten we maar gelijk doen, want anders dan heb ik straks spijt dat ik de verkeerde heb opgeplakt. Zo. Deze komt hierop. Kijk, dit past iets beter. Zo hebben we die voelsprietjes wel weer gelijk. Nou, het is natuurlijk ook heel leuk om hier op die vlinder ook nog weer glitters te maken. Dat kan je bijvoorbeeld doen met je Wink of Stella of gewoon echt met glittertjes erop. Er zijn wel van allerlei leuke strooiglitters. Nou, die vlinder is gewoon ontzettend leuk ook qua formaat. Nou, die gaat ook sowieso op de kaart komen. Die moeten we nog even afmaken. Nou, dan hebben we nog allemaal gewone bloemen. Die wil ik ook nog in model gaan maken en op kleur brengen. Dus dat gaan we nu nog eventjes doen. En dan wordt het uiteindelijk straks een keer een creatie. Even mijn handen een beetje schoonmaken, want ik wil nu ook wat blauwe bloemetjes gaan maken. Geel en blauw. En dan, ik heb mijn handen nu aardig geel. En dan zul je zien dat het af gaat geven. Dat vind ik weer jammer. Nou, we gaan beginnen met een paar blaadjes op kleur te brengen. Ik heb voor dit project gewoon meerdere blaadjes nodig. Dus we pakken gewoon even diverse blaadjes. Deze. Die. En hier heb ik nog een mooie. Even kijken, de geel heb ik dan niet nodig. Nou, ik ga gewoon verder met dezelfde kleurtjes. En je kan hiervoor dus ook kiezen om de blaadjes dus voor- en achterkant te doen.
Of alleen de voorkant. Ik denk dat ik in dit geval even ga voor alleen de voorkant. Omdat ik anders gewoon veel te lang bezig ben. Dan kunnen ze straks niet opbollen. Nou, ik begin dus met de kleur Hunter. En dan komt er straks de kleur Mint nog bij. En ik denk dat ik bij deze bloem of blaadjes... straks bij een paar blaadjes ook nog de kleur Sage erbij ga pakken. En dit zijn wat verschillende setjes van Craftlab. Ik zal die linkjes, die zal ik er nog even bij gaan zetten. Dus ik moet straks na de live nog het een en ander erbij gaan linken wat ik gebruikt heb. Ja, ik wist het gewoon van tevoren niet allemaal. Met die bloemetjes, weet je, je bent daar op zich best nog wel een tijdje mee bezig om ze echt, als je ze helemaal zelf op kleur wilt brengen. Dus is bloemen maken zelf, is dat snel om te doen? Nee, maar het is wel ontzettend leuk om te doen. Je hebt wel echt je eigen unieke blaadjes overal bij. Nou, ik maak ze nu eerst even allemaal een basis van die lichte groen. En dan ga ik er zo meteen overheen met een iets donkerdere groen. En dan ga ik een beetje nog met water eroverheen. En dan gaan de kleurtjes weer mooi in elkaar verlopen. Tenminste, dat hoop ik. Dat is de bedoeling. Eigenlijk zou je gewoon een keer... een hele avond in moeten plannen om alleen maar gewoon bloemetjes te maken. Dat je gewoon al een hele serie kannen klaar hebt liggen. Dat is natuurlijk ook wel ideaal. Ja, af en toe willen jullie denk ik ook wel eens gewoon zien hoe wij die bloemen dan in elkaar maken. En ja, dan maken we er gewoon even lekker een keer een kliederuitzending van. We zijn al mooi ver op weg. Je kan het ook gewoon met van die blending tools doen. Je kan het ook met die brushjes van Spellbinders doen. Weet je, er zijn allerlei techniekjes voor. Ik doe het meestal gewoon op deze manier. En ik zorg ook dat mijn blaadjes gewoon verschillende inktjes... dat ik ze met verschillende inktjes voorzie... En ik laat ook gewoon gedeeltes wit. En daar komt straks vanzelf alweer een kleurtje op. Dus ik ga ze nooit egaal poetsen in één kleur. Maar ik laat gewoon een beetje het lotse werk doen, zeg maar. Worden gewoon... het is wat het gewoon wordt, zeg maar. In de natuur zijn de blaadjes ook niet allemaal hetzelfde qua kleur. En dat zijn deze dus ook niet. Kijk, deze kleur die haalt het alweer gelijk helemaal op. Ik vind dit trouwens wel een ontzettend mooi kleurtje voor de blaadjes. En dat is dus de kleur Hunter. Nee, Mint. Hunter was die lichtere. Nou, ik zal ze straks wel even iets dichter in beeld laten zien. Dan kunnen jullie zien hoe ontzettend leuk ze worden. Die takjes vind ik wel leuk dat die net ietsjes donkerder weer zijn. Dus daar zet ik gewoon net wat meer inkt weer op aan. En ik ga zo meteen even kijken met die andere kleurtjes groen hoe dat bij komt. Als we dat bij hebben, hoe dat uit komt te zien, zeg maar. Nou heb ik gelijk mijn inktjes weer in... ingewijd. Ik had dit al zo lang in de doos zitten en ik kwam er gewoon niet aan toe om met die inkten ook aan de slag te gaan. En dan denk ik van, oh help, ik heb zoveel. En het is gewoon elke keer wat anders. Ik denk nu toch maar deze inkten, want uit gemak zou ik eigenlijk anders de Distress inkten hebben gepakt. Omdat ik daarvan weet hoe die kleuren uitpakken.
Ik denk, nou weet je, ik heb hier nog geen kleurenkaart van. Ik ga er gewoon voor. Ik zie wel wat het gaat worden. Maar uiteindelijk pakt het wel weer leuk uit. En ik denk dat jullie dat ook wel herkennen, dat je gewoon soms veel te veel hebt, hè. Even kijken, dit is de kleur Jungle. En dat is een klein beetje blauw. Beetje blauw-groen. En kijk eens wat voor gaaf effect je dan krijgt op die takjes. Dus dat zetten we gewoon lichtjes een beetje aan. Niet te veel. Dit is trouwens ook wel inkt waar wel lekker veel pigment in zit. Daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Nou, dit worden echt hartstikke toffe blaadjes. Zometeen water erbij sprayen en dan denk ik dat ze echt heel erg leuk gaan worden. Als je er straks water bij sprayt, kan je ook je bloemetjes nog of je blaadjes weer net wat makkelijker nog weer bollen en vormen. Dus daarom spreek ik er ook vaak nog een beetje water bij. En het voordeel daarvan is dat de kleurtjes inkt dan ook nog weer een beetje in elkaar gaan lopen. Dan krijg je gewoon, ja, ik vind het altijd een leuk effect geven. Zo, ik vind dit voor de blaadjes mooi genoeg. Even kijken, dit was de kleur Jungle. De kleur Mint was deze. Nee, Hunter was die en Mint was die. Water sprayen. Niet te veel. En we hebben nu ook mooi van dat water op de achtergrond. Daar ga ik ze ook een klein beetje nog indippen. Kijk, zie je? Dan krijg je echt van die hele leuke blaadjes met waterspetters erop. Dan worden ze gewoon wat realistischer, zeg maar. We kunnen straks nog mooi van die dauwdruppeltjes er weer opmaken. Even met de föhn droog maken. Zo. En dan gaan we straks in ieder geval nog even ook wat bloemetjes maken. Daar moet ik dan ook zo wel mee beginnen. Ik wil sowieso 1 of 2 bloemetjes gemaakt hebben. Dus het zal wellicht ietsjes later worden dan 11:30. En ik zie dat de tijd ontzettend hard gaat. Nou ja, weet je, als de tijd hard gaat, betekent ook dat we ons vermaken, hè? Ik heb in ieder geval straks ontzettend mooie blaadjes. Ja, deze blaadjes, je kan ze natuurlijk helemaal met de bolpen op gaan bollen. Wat je ook kan zeggen, ik pak bijvoorbeeld een vouwbeentje of iets dergelijks. Dan maak je je papier daarmee eigenlijk een beetje losjes. En dan kan je ook de blaadjes gewoon een beetje zo met je hand gaan vormen. Een beetje sommige gedeeltes in elkaar duwen. De blaadjes een beetje bol vouwen. Kijk, zie je, zo krijg je gewoon echt ontzettend leuke blaadjes. Een beetje gewoon zelf nog in model vouwen. Een beetje speels ermee aan de slag gaan. Deze vind ik bijvoorbeeld leuk om dat nerfje dan hier onderaan een beetje zo in te knijpen. Kijk, mijn papier is nu nog een beetje nat. Kijk, dan valt dat blaadje gewoon een beetje zo losjes uit elkaar. Deze vind ik wel leuk om een beetje zo min of meer gedraaid te maken. Dus een beetje in dat puntje weer samenknijpen. En wat je dan kan doen is ook nog eventueel je pincet er even tussen zetten. En deze hier aan de
punt ook nog een beetje weer dichtknijpen. Ga met deze ook doen. En weet je, er zijn allerlei tips en trucs voor. Ik doe maar gewoon ook een beetje wat ik zelf leuk vind. Kijk, die blaadjes die kunnen dan straks weer allemaal bij elkaar leggen. En wat ik dan altijd leuk vind is om bijvoorbeeld het 3D glossy effect, om dat ook nog weer op de blaadjes te doen. Nou, daar kan je bijvoorbeeld een drupje erop doen. Ik doe er nu even een paar drupjes op. En dan hoop ik dat het straks droog is tegen de tijd dat ik de live af ga sluiten. Het ziet er nu nog uit als witte drupjes. Maar dit gaan dus echt van die dauwdruppeltjes worden. Die worden gewoon transparant. Kijk, ze hebben al hele mooie blaadjes. Die ga ik maar even ook aan de kant leggen. Want ik wil sowieso nog een bloemetje maken. Oh, ik vind deze ook gewoon. Kijk eens hoe gaaf die kleurtjes zijn. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien in beeld. Maar hij heeft gewoon echt van die hele toffe kleurtjes gekregen. Ik hou er wel van. Ik ben er wel blij mee, moet ik zeggen. Even mijn werkblad weer schoonmaken. Dan gaan we voor de blauw even kijken. Dat is de kleur Hyacinth. Ik ga ook eventjes mijn blending tools hebben. Even kijken. Hyacinth. Dat is deze tool. Van de week had ik die andere bloem al gemaakt met 3 blaadjes. Dus ik ga nu deze met 4 blaadjes even maken. Even een lijkpistool aanslingeren. Even kijken. Het zijn 2 van die. 2 van die. Doe 2 van die. En van die kleintjes. En ik wil bij deze alleen de randjes wil ik een beetje blauw maken. Dus alleen de uiteindes ga ik een beetje aanzetten. Bij het ene blaadje zal het net wat meer zijn dan bij het andere blaadje. En dat is ook juist het leuke, want daardoor krijg je wel een beetje die realistische bloempjes. Ook die zijn niet overal egal van kleur. En ik zit al te stiekem te denken. Nee, ik ga niet stiekem denken. Ik denk dat ik in het hartje nog een klein beetje groen aan ga zetten. En dat ik bij een paar ook aan het uiteinde ook nog wat groene inkt ga doen. Ze zijn gewoon een beetje gemêleerd van kleur. Deze die wordt gewoon lekker helemaal blauw. Deze ook. Even kijken. Ik wil nu toch die kern eigenlijk wat gedetailleerd mee werken. En dan is deze van de Spellbinders wel makkelijk. Want dan kun je heel precies alleen in het midden een beetje dat groen aanbrengen. Dus dit zijn die handige tooltjes van Spellbinders. Die zal ik ook nog even gaan linken. In principe is dat ook gewoon zo'n blending kwastje. Alleen kun je hier dus gewoon iets makkelijker kleine gedeeltes mee
beïnkten. Kijk, zie je dat? Wat toch gewoon gaaf. Deze zitten trouwens per 3 stuks verpakt. En dat zijn 3 verschillende maatjes dan. Ik heb nu de kleinste maat. Maar je kan er ook voor kiezen om net een iets grotere te pakken. Nou, ik wil een paar stukjes ook nog even een beetje groen aan het buitenkantje. Oeh, dit gaat ook wel weer leuk worden. Doe het toch echt te weinig, die bloemetjes zelf maken. Het is zo leuk. Zo heerlijk ontspannen om te doen. Nou, deze bloempjes kan je natuurlijk ook weer op verschillende manieren op gaan bouwen. Deze keer ga ik ze gewoon even een beetje... ook gewoon als een propje weer maken. Deze mogen wel lekker een beetje kreukelig worden. Is toch leuk? Dus gewoon ook alleen al door gewoon lekker alleen met je handen bezig te gaan, gewoon vouwen, verfrommelen, kan je de bloemetjes ook al heel mooi maken. Dus je hebt niet altijd van die hele dure tools nodig. Dit is gewoon mindful bezig zijn, propjes maken, modelletjes maken. Gaan we straks even kijken of we er een meeldraadje in gaan doen of dat we een pareltje erin gaan plakken. Dat gaan we nog eens even bedenken. Kijk, zie je, ik doe deze gewoon even lekker zonder die al die toeltjes. Gewoon even lekker met de handen bezig. Dit kan je ook nog makkelijker eventueel doen door ze iets nat te maken. Maar ik doe dat in dit geval even niet, omdat de inkt dan waarschijnlijk ook weer uit gaat lopen. En dat wil ik bij deze niet, omdat ik gewoon vind dat de inkt nu ontzettend mooi is geworden. Dus gewoon eventjes het papier lekker gewoon zo losknijpen. Kijk, en dan krijg je papier ook gewoon van die leuke nerfjes weer. Oh, ik vind het gewoon leuk. Bezigheidstherapie. Ik denk dat we gewoon deze zo op elkaar gaan bouwen en dat we straks van die mini prils in het midden gaan doen. Nou, ik wilde wel vanmiddag gaan kleuren. Maar ik denk dat ik ook nog maar eens eventjes verder ga met dit soort bloemetjes maken. Want ik vind het helemaal leuk. Ik zit helemaal in mijn element, moet ik zeggen. Ja, dat is vaak zo. Als je dan eenmaal weer iets even hebt opgepakt, dan heb je gewoon zin om daar weer mee verder te gaan. Hè. Dan ontdek je weer meer mogelijkheden en dan ja, is het gewoon te leuk. Even kijken, dit was de grootste en dat was de grootste. Die komt dan op die en die komt daarop, die komt daarop en die komt daarop. Kijk, dat wordt toch al een leuk puzzeltje. Nou, dit worden al 2 hele mooie bloempjes. Nou, mijn lijmpistool heeft er geen zin in. Dan plakken we het maar gewoon met deze lijm vast. Straks maar eens even kijken wat lijmpistool heeft. Die zal wel denken, het is weekend, ik heb geen zin. Maar deze lijm zit ook snel vast, dus dat kunnen we er ook prima voor gebruiken. Nou, ik duw ze meestal in het midden ook gewoon nog even weer goed vast. Blaadjes een beetje
gewoon weer omhoog vouwen. En dan kan je zeggen van, nou weet je, ik doe er bijvoorbeeld nog een laagje achter. Maar je kunt hem ook gewoon zo laten. Er kan zelfs nog een grotere bloem achter. Kijk, deze zou er ook nog achter kunnen. Maar ik maak er gewoon even twee bloempjes van. Deze komt hier in het midden. Deze hierin. En dan denk ik dat we bij deze maar van die leuke groene mini prils gaan doen. Die heb ik ook nog. Als het goed is. Kijk, die komt dan daarin. Mini prils, waar had ik jullie gelaten? Kijk, ik heb nog van die hele leuke mooie groene. En dat is de Lettuce Entertain You. Dan doe ik gewoon een beetje lijm daarin. En ik strooi dan een paar van die pareltjes erin. Kijk eens, dan heb je precies in het midden heb je dan een paar van die leuke pareltjes. Nou, ik ga op de randjes waarschijnlijk ook nog een beetje inkt doen, een beetje gesso. En dan hebben we hele mooie zelfgemaakte bloemetjes. Kijk, dat is toch gewoon leuk. Nou, ik vind het hartstikke mooi. De bedoeling was dat het een volledige kaart zou worden. Nou, dat is het dus niet geworden. Ik heb wel allerlei verschillende voorbereidingen gedaan voor de kaartjes. Dus dit zal nog een creatie worden. En ik denk dat ik op de ene, dus deze even mooi uit ga werken. En dan zit ik al te denken dat ik deze waarschijnlijk op deze kaart ga doen. En dan die vlinder daar mooi onderaan en dan komt daar een leuke tekst op. En dat ik deze dus lekker in een beetje voorjaarstintjes ga maken. En dit blijft dus gewoon een lekkere basic kaart. Dus niet al te druk, dat gewoon al die leuke elementen goed tevoorschijn komen. En dan ga ik op deze kaart waarschijnlijk een enorme touffe maken. Van allerlei takjes. We gaan het gewoon alvast even een klein beetje neerleggen om te kijken van hoe het zou gaan worden. Wat een beetje de mogelijkheid is. Kijk, dan moet ik nog even wat bloemetjes erbij maken. We gaan die blaadjes er gewoon lekker over achter steken. Deze komen er ook nog weer in een ander kleurtje. En gewoon iets hoger er weer op. Nou, dan kan ik bij deze ook nog een vlinder nog op kleur gaan brengen. En die zal er ook nog ergens op komen. Of we hebben deze vlinder. Die is trouwens ook wel leuk. En die vlinder die heeft ook gewoon zo'n los lijfje. Dus die kunnen we nog in kleur op gaan bouwen. Nou, dan doen we daar een leuke tekst erbij op. De bloementoef nog even afwerken met allerlei dingetjes. En dan heb je toch gewoon twee ontzettend leuke kaarten. Nou, ook de basisrandmal is al ontzettend mooi. Nou, ik moet dus gewoon nog wat meerdere blaadjes en bloemetjes en attributen uit gaan werken. Maar goed, een uurtje is heel snel voorbij. En ik had vanmorgen voor die tijd natuurlijk al wat voorbereidende werkzaamheden gedaan. Dus ik kan nu gewoon echt niet langer hier nog mee bezig gaan. Maar jullie gaan de creaties wel zo snel mogelijk zien. Ik hoop dat jullie ook dit gekeuvel en geklieder en geknoei leuk vonden. Ik ga er later mee verder en ik kijk natuurlijk ook ontzettend uit naar jullie creaties met deze mooie collectie. In ieder geval voor nu nog een hele fijne Koningsdag verder. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!